Laat gezien door Tsimikas. Die kapt even gewoon even Bruns uit. Want Sol, ja, goed gespeeld. Rienstra met wat ruimte. Dankelaar is onderweg. Rienstra zelf. Het is een goal. Dat Sadiq Umar dat duel nog aangaat. Maar dit kan door. Rienstra. Sol kiest positie. Kroeks ziet het. Krijgt hem daar niet. Krijgt hem bijna daar bij Rienstra. Oh, zit ernaast. En dan zit hij erin. Een enorme fout van Bertrams. En Rienstra zet Willem II op voorsprong. Nou goed, standaard situaties verdedigen is geen specialiteit van Willem II, maar ook niet van NAC dit seizoen. Van der Linden neemt nu. Bal wordt teruggekopt en ook die zit erin. Ook die zit erin. En de doelpuntenmaker heet weer Rienstra. Nou, vorige week was die wedstrijd tegen Utrecht en die eerste 20 minuten, zeg maar. Was toch Utrecht de ploeg die de kansen kreeg, onder andere van de Maru op de paal. Maar niet veel later zonder gewoon 2-0. Dit is Rienstra, dus je moet een keer een goal maken. En dat is hier bij deze gebeurd door Rienstra. De voorsprong is er. Waar hij hiervoor een grote kans onbenut liet, pakt hij hem nu wel met beide handen aan. De voorsprong voor Wim. Ginkel. Van de zijkant is dat Van Ginkel er zo duidelijk uitgaat. Rienstra! 4-0! Ongekende cijfers. Voor Willem II. Vervolgens in de slotfase met de keerzijde van geconfronteerd. Lankouri. Meegeven aan Rienstra. Komt hij in schietpositie. Rienstra, meter of 20. Rienstra is erin. En aanvoerder. En kerstverse vader van Willem II zet de ploeg uit Tilburg. De gezelschap wat ik ooit op een tribune heb zien zitten. Maar wellicht verandert dat als de score en misschien nog wat andere aanzien krijgt. 3 Willem II is voorin. En ook Betje. Die zich bijna onsterfelijk had kunnen maken met een tweede. Maar dan moet hij die bal wel raken. En dan gaat die bal er alsnog in. Omdat die van richting wordt veranderd. Maar krijgt Rienstra de felicitaties. De aanvoerder van vandaag maakt 2-0 voor Willem II. Doet dat in de derde minuut na rust. En slaat daarmee een gaatje richting... Oenerstal even in de problemen gebracht. De bal kwijtgeraakt onderweg. Kijkt boos naar de scheidsrechter en dan is het 3-0. En dan Namli, waardoor Willem II door kan met Heerkens. Goed gespeeld. De ruimte ligt aan de buitenkant. Goeie redding Boer. En Kansing zit er wel in. Er staat 2-0 door Rienstra. Die verdubbelt in de 36e minuut Willem II voorsprong. Ferme trap. Rienstra sluit aan. Willem II probeert ook meer te voetballen. En ook de aarzeling bij Pasveer kost hem een treffer. Rienstra profiteert. Ze zijn toch wel heel effectief, hoor. Al had Rienstra voor ons met het hoofd al voor 2-1 kunnen zorgen. Goeie actie. Komt hier de tweede kans aan. Goed van de bron, maar dat blijkt niet te enthousiast. Want Haaien bleef toch echt aan de bal. Dus is Willem II hem alweer kwijt. Rienstra ertussen. Veli Konja geen buitenspel. Dan Willem II misschien voor het eerst echt gevaarlijk. Ja, en die zit er ook meteen in. En het is de van AZ gehuurde Rienstra die scoort. Ja, en als je het in... To skupił się na Javim Garcia. On pauzuje teraz w lidze rosyjskiej. Za to, że ostro potraktował Gazinceva. Podczas niedawnego spotkania Ligi Rosyjskiej. A teraz uwaga, bo strata Giuliano Rienstra. Rienstra przymierzył! 1-0 dla Alkmaar. Cieszy się kapitan AZ, bo to on odebrał piłkę. Frankowicz. Er zit zwaard in. Het is leuk. Belhassani. Rienstra. Rienstra terugleggen en de goal. Ja, dat kon eigenlijk niet uitblijven voor deze... Jansen. Goeie paas, buitenspel. Nee, geen buitenspel. Dat is dus een treffer. Hendriksen.
Rienstra. Tankovic. En daar is Rienstra. En Tankovic, het is 2-4. En deze telt ook. Dan zijn ze bij PSV zo langzaam. De stand is een hele wedstrijd. Een rotte avond bezorgd. Tom Haaien komt er zo nog bij voor AZ in de slotfase. Eerst de vrije trap. Ook deze gevaarlijk verlengd. Prima goal. Mooie goal. Rienstra doet ook een duit in het zakje. En kan meteen richting de AZ. Een aanval die nog doorgaat. Met Tom Haaien. Hier is ruimte bij Rienstra. Voorzet Rienstra. Kopbal. En daar is de 0-1. Een prima goal daar van Joris van Over. Terug naar die knieën sturen, altijd wel veel energie erin gooien. Van Hinten, Zelfwijk, daar is Rienstra. En daar is 2-1 voor Zwolle. Mooi uitgespeeld en je zou zeggen, Marsman ziet hem van ver komen. Op de recht een aanval die eindigt met een actie die ertoe doet. En van de aanvaller en van de doelman. Drost. Paasje ertussendoor. En binnengeschoven door Rienstra. De problemen voor Feyenoord worden groter en groter. Rienstra. Lam. Rienstra. Is er durf. Rienstra heeft nu het mazzeltje en heeft het doelpunt. Ja, het mazzeltje is de kluts waardoor die bal in zijn richting rolt. Zo, is de handen gedraaid. Is de tegenstander nog niet kwijt, maar hij houdt de bal wel in de ploeg. Dus applaus voor Moro. Prima actie. Bekker. Oh, lekkere bal zeg. Goed gegeven. Dan kan de bal nu naar Rienstra. Die heeft Nijland bij zich. Zelf, ja. Oh, wat een mooi doelpunt. Suk, beetje last van trainen op kunstgras zou Matić gehad hebben, maar dat was toch maar voor een heel klein gedeelte de reden waarom hij niet mocht starten. Dat was ook wel een boodschap van Maaskamp. Die wil toezien dat het hier nu 4-1 wordt voor Rienstra. Alle remmen los. Rienstra, Drost, Lam. Rienstra met de beslissing. Rienstra met een geweldige goal. Een buitenwedstrijd, misschien wel de beste man van het veld. Ja, met zijn neus richting doel. Hier verkiest te zoeken naar eigen succes. Rienstra. En dan ligt het open met Thomas. En de 1-0 is daar. Want zo rap gaat het dan de andere kant op. En zo snel wordt het ook afgestraft. En passeert Esteban. Uitstekende goal. Een uitstekende goal. Hier is niet normaal. De bal van Rienstra. Daarna nog een stap. En die bal die wordt fraai ingeschoten. Dichtbij in de fout. Dan is daar Rienstra en die doet het wel. Het is wat Heracles toekomt. Het is wat Heracles meer dan toekomt. Midden-Noord heeft dat uiteraard als eerste door. Castellon in het begin van het Haagse kwartiertje staat het 1-1. Corner Venovic. Verlengd, gevaarlijk en binnengeknikt door Everton. Rienstra juicht het hardst. Voor Juricic. Everton, eerste kans. Nou, dat moet er meteen al zijn. Ja hoor. Doelpunten beloofd en doelpunten zijn er nu al. Barazite. Ancora Barazite. Pallone dentro. La conclusione, il gol. Il 2-0 dell'Olanda. Il gol molto bello realizzato.
Prima hoekschop van Duarte. Kort genomen. En daar in eigen doel via Vinken als de voorzet komt van Venović.